De inzamelingscampagne van Stichting SUEED begint dit jaar officieel op 4 november met de start van de SMS-actie en de Traveling Box. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor de bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis. In de afgelopen weken was de bloedbank al in het nieuws vanwege een tekort aan financiële middelen. Echter, zegt Giovanni Segge, voorzitter van de Stichting SUEED, vandaag tijdens een persconferentie, dat dit niet de reden is waarom ingezameld wordt voor de bloedbank. Eigenlijk vorig jaar al bij SUEED 2023 stond de bloedbank op de radar. We hadden toen echter al contact met de NICU van het AZP, waardoor dat vorig jaar niet is doorgegaan. Dit jaar is de keuze wel gevallen op de bloedbank, een zeer belangrijke organisatie voor Suriname. Daar zal de directeur straks verder op ingaan. Wij starten maandag aanstaande met de sms-campagne. Alle Surinamers die beschikken over een telestuurnummer, die kunnen een sms sturen naar het nummer 1919, het woordje Anu. En ze doneren daarmee 15 SRD aan de campagne van SUEED voor de bloedbank. We starten maandag ook met de Traveling Box. De mensen die SUEED volgen, die weten wat dat is. Twee mensen, in dit geval zijn het bloeddonoren van de bloedbank. Die gaan een week lang met de Traveling Box in hun eigen netwerk geld inzamelen voor de campagne. Dat gaat 7 weken lang zo door. De Stichting Nationale Bloedbank zorgt al 84 jaar voor bloedvoorziening in Suriname. De bloedbank heeft nu een aantal nieuwe apparaten nodig, waaronder een bloedzakkencentrifuge, een plasmavriezer en twee bloedtesters. Glenn Wijngaard, de directeur Stichting Nationale Bloedbank, zegt dat de prijzen voor deze apparaten oplopen tot 150.000 Amerikaanse dollar. Dus we zijn heel blij met de actie van SUEED om ons dit jaar te gedenken. Ik moet zeggen dat dat ook tot stand is gekomen met ondersteuning van het bestuur. En met name de heer Vink, Vincent Vink, die onze penningmeester is. En dat het zover is gekomen dat wij dit jaar vallen in de SUEED-campagne. We hopen echt dat wij dat geld kunnen ophalen en dat we de apparatuur kunnen vervangen. Het is misschien ook goed om te weten, de meeste apparatuur dat we nu in huis hebben, is ouder dan 10 jaar oud. Een x-aantal van ze hebben het al begeven. En dan heb je een backup die ook net zo oud is. Dus dan begint de vrees te komen van oké, wanneer gaat het ophouden? Dus op dat punt hopen we dus niet te bereiken dat de dingen achter elkaar het gaat begeven. Vandaar dat we te zeggen van we hebben vernieuwing nodig. Stichting SUEED wil minimaal SRD 10 miljoen ophalen voor het aanschaffen van deze apparaten. Vanaf maandag 9 december zal het team van SUEED in de persoon van Sydney Groenberg radio maken vanuit de bloedbank om de luisteraars zo goed mogelijk te laten beleven wat het betekent om bloed te doneren of te mogen ontvangen. Radio maken vanuit de bloedbank zal 2 weken op werkdagen plaatsvinden. Hiermee wil SUEED benadrukken hoe belangrijk de bloedbank is voor de gemeenschap.